Vandaag gaan we weer op pad om u te laten zien wat voor werk de mensen hier zoal doen. Kijkt u mee naar Werken in de Veluwe. Vandaag staan we gewoon midden op straat, want bij mij is rijschoolhouder Karreman. Nou, die zien we hier in de wijk de hele tijd op en neer rijden. Dus we vonden het is tijd om te vragen, meneer Karreman, wat doet u toch allemaal hier? Ja, ik ben rijschoolhouder. Ik ben bezig bijna 10 jaar actief in de keuken, land van keuken en in de omgeving Nijmegen. Dus ik geef rijles aan mijn klanten. Al 10 jaar gevestigd hier in de Veluwe, hè? Ja, ik woon al 23 jaar in Nederland en ook 23 jaar in Kuik. Dus ik ben heel de tijd hier geweest. Ja. Er zijn volgens mij al heel veel mensen, jongeren en ouderen, hier uit de wijk die bij u gelest hebben, of niet? Precies. Toen ik begon had ik echt niet veel klanten. Ik ben begonnen met een beetje oudere mensen. Vooral de huisvrouwen, Turkse vrouwen hadden geen rijbewijs toen ik begon. En dan langzamerhand ben ik beroemd geworden in Kuik. En dan daarna had ik wel veel klanten. Op dit moment ben ik echt tevreden ben daarover. Ja, want u zegt zelf al begonnen met Turkse vrouwen. Ja. Maar sommige mensen denken misschien van oké, u doet alleen maar buitenlandse mensen. Nee, maar dat is niet waar, hè? Absoluut niet. Ik ben echt internationaal rijschool. Ik heb heel veel verschillende landen, klanten heb ik. Dan meestal Nederlandse en ook buitenlandse klanten. Je kan natuurlijk niet zomaar rijinstructeur worden, ofwel? Daar heb je wel een opleiding voor nodig. Ja, precies. Ik heb wel een opleiding gehad in Arnhem bij de Verkeersacademie. Ik heb afgerond bijna 1 jaar. Dat was eigenlijk snel als je vergelijkt met andere cursisten. Ik heb wel genoeg gehad. Ja. Ik ben echt deskundige of voor mijn klanten niet alleen maar rijles geven, ook wel advies geven, soms een psychische steunen geven. En als diegene het probleem hebben, dus klanten zijn echt tevreden van mij. Dan, ik ben ook. Zijn er nu veel mensen die de eerste keer al slagen? Bij mij wel. De laatste tijd. mijn klanten zijn echt heel veel 1 keer geslaagd. En ik zet op mijn Facebook de naam van de klanten en met foto's erbij. Ja. Tegenwoordig is rijbewijs halen is niet zo makkelijk. En ook wel duur. Dan moet je echt een dikke portemonnee houden als je echt een beetje onhandig bent. Ja. Dus ja, ik ben eigenlijk niet dure rijschool. Ik geef rijles per uur 38 uur losse les. Maar als iemand een pakket koopt, dan betaalt gemiddeld 33 euro. Dat is, ja, als je vergelijkt met Nederlandse marketing, dan... Ja, echt onder de gemiddelde. Ja. Nou, al die prijzen en pakketten en zo, die zijn te zien op uw website, hè? Precies. Ik heb wel een website onder de naam www.autorijschoolkarreman.nl. Daar kunnen mijn klanten alles zien. Wat is de lesprijzen en pakketprijzen. En ze kunnen ook vergelijken met andere rijschoolhouders. Ja. Dus ik ben heel duidelijk en helder, glashelder. Ja. Nou, ik wil nog graag even een kort rondje doen, hè? Ja. Wie zijn er nu beter in autorijden? Mannen of vrouwen? Ja, eerlijk zeggen. Kort. Ja, mannen kunnen beter. Stop, opnieuw. Nee. Wie kunnen er beter auto rijden? Mannen of vrouwen? Kijk, ik moet even kort uitleg geven, ja. Mannen kunnen wel sneller rijbewijs halen. Dat bedoel ik. Mannen kunnen sneller rijbewijs halen als vergeleken met vrouwen. Vrouwen kunnen wel beter auto rijden. Vrouwen zijn wel oplettend. En natuurlijk, ze hebben een beschermend moedersgevoel. Ze letten wel veel op. De mannen zijn een beetje dapper. Ze kunnen wel sneller betrokken met ongelukken. Dat is wel waar. Dat weer wel, hè. En wie rijdt er nu beter? Jonge mensen of oude mensen? Natuurlijk jonge mensen. Die tegenwoordig de mensen kunnen beginnen met vanaf 16,5 jaar een rijbewijs halen. Dus ze zijn sneller dan 18-jarigen. Vroeger was 18 jaar, dan is het stad van de rijbewijs, tegenwoordig 16,5 jaar. Dus hoe jong ben, hoe beter. Mag ik het nu ook eens een keer proberen, dat autorijden? Precies, natuurlijk wel, ja. Ja, eerst de gordelom. Oh. Thank you.
mee. En stuurhouding afstellen. Afstellen? Ja, ziet en stuurhouding belangrijk voor autorijden. Ik denk dat ik het zelf wel kan. Doe maar. Oh. Oké, is er wel. Makkelijk. Ja, zelf. Zeker. Oh, ik ben vervrongen. Dag. Oh.